Ja, fijn dat ik hier even mag zijn. U spreekt een heleboel mensen vandaag. En ja, ik wil eigenlijk gewoon beginnen met de hele grote uitdaging waar wij als mensheid voor staan. En dat is dat wij deze klimaatverandering proberen tegen te gaan houden. Dat is denk ik ook, daarom is het belangrijk dat ik het eigenlijk heel simpel houd vandaag. Zodat u de hele bulk van sprekers die na mij komen in een ander kader kunt stellen. En de manier waarop ik het simpel wil houden, dat is als volgt. We hebben nog maar 10 jaar de tijd als wij die anderhalve graad, niet hoger dan die anderhalve graad verhoging willen bereiken. Als we maar 10 jaar de tijd hebben, dan zullen we dus ontzettend hard ons best moeten doen om in deze 10 jaar te zorgen dat het CO2-gehalte in de lucht, die al veel te hoog is, niet nog hoger maken. Maar dat we het gaan verlagen, dat we alles in gaan zetten op die verlaging. Dan is het dus het laatste wat we moeten doen, is biomassa gaan gebruiken voor energie. Want als we die biomassa op een andere manier, als we die, en dan ga ik het vooral hebben vandaag over natuurlijk die harde houtige biomassa, waar u ook mee struggelt, wat moeten we daar nou mee? Als we die laten staan, zijn we vele malen beter bezig. Of als we het voor hoogwaardigere producten gebruiken dan dat we het gaan verbranden. En de reden daartoe, ik heb u 10 punten gegeven in mijn position paper. Iedere bioloog weet dat planten, boomachtigen eigenlijk heel erg inefficiënt zijn om dat zonlicht te gebruiken om allerlei fantastische producten van te maken, maar niet als energiedrager te kunnen functioneren. En als wij het gaan verbranden, verbranden we het eigenlijk tot zodanige hoeveelheid per eenheid geproduceerde energie moeten we veel meer hout verbranden dan dat we bijvoorbeeld gas of olie zouden gebruiken. Dus we, in feite komt er meer CO2 uit het schoorsteen als wij hout verbranden. Dus het is eigenlijk heel intuïtief, ook al valt dit kwartje dus niet. Ik kan u nog zeggen, een metafoor die ik vaak gebruik. U heeft een gat in uw dak, u haalt de loodgieter erbij en die maakt het gat groter. En die zegt, ja, maar straks krijgt u een heel mooi dak. We have no time to waste. En daar wil ik het even bij laten. Ik wil een paar punten noemen. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik voorstander ben van een zo hoogwaardig mogelijke toepassing van biomassa. En wat dat betreft heb ik wel een zorg. Ik ben lid van de programmaadviesraad Biobased Economy. Maar sinds dit jaar zit deze commissie duimen te draaien. Er komen geen onderzoeksvoorstellen meer voor hoogwaardig gebruik van biogrondstoffen. En dat betreur ik zeer. Het programma is afgeschaft. In andere programma's gebeurt er waarschijnlijk nog wel iets, maar ik wil daar uw aandacht voor vragen. Hoogwaardige toepassingen eindigen vroeg of laat in laagwaardige biomassastromen. En daar moet je wat mee doen. En ook bij de winning van biomassa, houtige biomassa, die hoogwaardig wordt toegepast, ontstaan allerlei reststromen en daar moet je iets zinnigs mee doen. En als je daar geen hoogwaardige toepassing voor kunt vinden, dan is het een uitstekende manier om dat laagwaardig toe te passen voor het maken van brandstoffen, voor warmte, voor elektriciteit. Je voorkomt daarmee de uitstoot van fossiele brandstoffen. Zou je dat niet doen, dan zouden die laagwaardige stromen onbenut blijven en ofwel in het vrije veld, zoals het in het verleden gebeurde, worden verbrand, ofwel ze liggen te verrotten en dan binnen een aantal jaar verdwijnt het als CO2 naar de lucht. Als je dan kijkt naar het klimaatvraagstuk, dat is immens. Voorkeur heeft uiteraard energiebesparing, zon en wind. Maar met deze twee opties alleen gaan we het niet redden. Niet in 2050, maar ook niet in 2030. Wat betreft de doelen die dan zijn gesteld. We zullen van zoveel mogelijk opties gebruik moeten maken. Mits ze duurzaam inzetbaar zijn. En een van die opties is biomassa. Het beeld is gecreëerd, onder andere ook door collega Vet in de media, dat er hele bossen worden gekapt en verscheept naar Nederland om hier in centrales te worden verstookt. Ook in de Kamer wordt dat af en toe opgemerkt. Dit beeld is onjuist en misleidend.
Mijn laatste overmerking was dat er strenge duurzaamheidscriteria gelden. En die gaan ook dit soort wanprestaties als genoemd. Als die al zouden plaatsvinden van het kappen van bossen volledig voor de energieontdekking, die gaan dat tegen. Ten slotte de opmerking van collega Vet dat het stoken van biomassa ernstiger is voor het klimaat dan kolen of aardgas. Ook dat beeld is onjuist. Dan heb je een verkeerd beeld van het klimaatsysteem. Dat werkt over lange perioden, over gemiddelden. En als je over wat langere perioden kijkt, dan moeten wij de temperatuurstijging beperken tot liefst 1,5 graad. Dan gaat het dus over wat er netto gebeurt in die periode wat betreft de uitstoot van CO2. En als je geen biomassa uitstookt, maar daarvoor, of verstookt, maar daarvoor in de plaats kolen aardgas, dan komt er veel meer CO2 in de lucht, veel rampzaliger voor het klimaatvraagstuk. Daarbij komt dat in de praktijk blijkt dat als de biomassa wordt gewonnen, in die gebieden er meer koolstof wordt vastgelegd, mede dankzij de management die daar plaatsvindt, dan dat eruit wordt gehaald. Dus je hebt daar een driesnijdend zwaard en meer koolstofvastlegging in het bos. En een deel van die koolstof wordt gebruikt voor hoogwaardige producten voor lange termijn, bijvoorbeeld voor hout in de bouw. En je voorkomt er met de afvalstromen de inzet van fossiele brandstof. Buitengewoon gunstig vanuit het klimaatperspectief gezien. In 2013 hebben wij na het energieakkoord, waarin helaas op een poldermanier er al voor 24 petajoule biomassa bijstook voor de kolencentrale werd geopperd om de kolencentrales open te houden. En Greenpeace daar met stoom uit de oren uitkwam, overigens. Hebben wij als wetenschappers van de Academie van Wetenschappen een petitie gemaakt vanuit de academie, die dus heel erg ageerde tegen dat we dit niet vast moeten leggen in de tijd ook. Nog erger, want de wetenschap gaat namelijk heel hard. En je moet natuurlijk nooit je handtekening zetten over iets wat je dan 10 jaar vol moet houden, terwijl de wetenschap harder gaat. Dus uw opmerking dat dit niet dat dit uit de lucht komt vallen, dat is absoluut niet zo. Ik wil ook eventjes reageren dat er dat het een beetje lijkt op de klimaatontkenning. Er zijn honderden wetenschappers in de wereld, op een handjevol Nederlandse na, die zeggen dat er, en die bewijzen met wetenschappelijke publicaties, Nobelprijswinnaars inclusief, dat er dat dit de meest onzinnige manier is om biomassa te verbranden om het klimaatakkoord te bereiken. Laat dat, deze premisse is eigenlijk vraag nul in uw vragen. U vraagt, kunnen we duurzaam doen? Kunnen we dit doen? Kunnen we beter hebben? Gaan we wel, blijven we wel van de juiste bos? Nee, het is, de premisse is al fout dat je hout verbrandt voor en dat je dus meer CO2 in die lucht gaat. Nou, waarom is het ineens zo hard gegaan? Omdat we ook zien, en dat realiseren we ons heel erg in het algemeen publiek vooral, dat het ook allerlei gezondheidsproblematiek geeft. En dat heb ik in mijn petitie niet willen opvoeren. Dat is eigenlijk toch ook een hele beweging, een burgerbeweging. U heeft het gisteravond nog kunnen merken bij Hofpart. Dus het is, dat is er zeker ook. Kijk, en als we dan, en dat vind ik dus nog het allerergste, we hebben 11 miljard subsidie die we gaan besteden aan dit soort dingen, waarvan 8 miljard naar het verstoken van hout, hè, waar er nu al honderden biomassa-centrales al, en de helft draait al, is vergeven. Dat is publiek geld, wat wij al, en als wetenschapper zeg ik, innovatief mee om, had u mee om moeten gaan. Vanaf 2013 had u moeten inzetten op waterstof, had u moeten inzetten op CCU, Carbon Capture Utilization. CCS is een end-of-pipe solution. Je moet, als we kijken naar een artikel van Griscom, dan zien we dat er 20 natural solutions zijn voor climate mitigation. Dat is de wetenschap. Er zijn honderden wetenschappers in de wereld. Wat u gaat horen vandaag is deze premisse elke keer bij de start. En dat begrijp ik vanuit het belang van de miljoenen opslurpende bedrijven. Ik begrijp het ook vanuit de carrièreperspectieven. En dan rond ik af. De carrièreperspectieven van sommige mensen, sommige wetenschappers, die hun hele leven eraan hebben gewerkt en gaan denken van ja, het is toch eigenlijk niet zo'n goed idee. Maar ik wil u wel, ik ben totaal onafhankelijk. Totaal onafhankelijk. Ik ben veel meer de advocaat van de planeet
dan dat ik hier voor de een of andere institutie zit te pleiten. Dank u wel. Laat dat even duidelijk zijn. Ja, hoogwaardige toepassingen, prima. Ik denk dat je dat ook in de voorlichting, dus dat was mede het antwoord op uw vraag, dat daar voorlichting buitengewoon belangrijk is. Hoe zit het systeem precies in elkaar? Hoe wordt het hoogwaardig toegepast? Wat voor reststromen ontstaan er? Hoe worden hoogwaardige producten laagwaardige producten, die je laagwaardig kunt inzetten als je nog iets zinnigs mee wil doen? Dat blijkt ook voorlichting te werken, bijvoorbeeld bij de centrale die in Purmerend draait. Er waren daar grote vragen, mede door onrust in de media en ook vragen in de Kamer. Wilden daar gemeenteraadsleden weten van hoe zit het nou precies? Ze hebben een voorstander, een tegenstander en Staatsbosbeheer, de leverancier, uitgenodigd. Die hebben daar presentaties gegeven. Ze konden vragen stellen, net zoals u dat doet. En uiteindelijk hebben ze besloten alles afwegende en luisterend naar zeg maar, de verschillende visies. Wij zijn hier heel goed bezig, voorlopig, de komende 10 jaar. Zolang er geen alternatieven zijn voor de stadsvorming die we hebben. Daarna kunnen we misschien naar geothermie, misschien naar aquathermie. Dat moet sterk gestimuleerd worden. Maar tot die periode prima dat je biomassa gebruikt. Bijvoorbeeld ook straks in piekuren. Een tweede benadering zou kunnen zijn, maar daar faalt helaas de KNW. De KNW heeft, collega Vet heeft dat net gezegd, heeft in 2015 een paper uitgebracht, een advies geschreven door 3 leden, waaronder mevrouw Vet, meneer Katan en meneer Rabbingen. Binnen de KNW was daar grote ook weerstand tegen, weet ik. Toch is dat uitgebracht. En er is daarna geprobeerd door de KNW om daar debat over te creëren, om te kijken of er niet toch tevoren de tegenstanders van zo'n advies, wat toen is uitgebracht, bij elkaar gebracht kunnen worden. Tot op heden is dat gefaald. En ik denk dat daar de KNW een steek laat vallen. Als ze werkelijk goed bezig zijn, zouden ze denk ik de argumenten die bijvoorbeeld de 10 punten van mevrouw Vert en meneer Katan op een weegschaal kunnen leggen, wetenschappelijk kunnen toetsen. Er staat al een eerste toets nu op internet van collega Jungenger. En dan zul je zien wat is waar, wat is niet waar. Zijn dit inderdaad wetenschappelijke feiten of zijn dit alternatieve feiten zoals Trump die hanteert? En ik denk dat daar helderheid over moet komen. En daar zou dus de KNW een zeer grote, belangrijke rol in kunnen spelen als ze dat wil. Ja, het is een irrelevante vraag eigenlijk, hè? Want de premisse is al fout. Laat dat even voorop staan. Die 12% is gewoon gegevens die we uit waar u naar kan kijken. En die gegevens is niet selectief gewinkel. Het is gewoon een bepaald percentage. En dan gaat het erom, wat doe je daarmee? En het argument dat je zegt van dat resthout dat ligt dan maar te rotten. Nou, dat heb ik wel eventjes weersproken. Er is niet zo circulair als een bos. Die bodem is ongelooflijk belangrijk, dat moeten we vooral laten liggen. Dus dat resthout, dat tophout, et cetera, dat heeft ook een biodiversiteitsfunctie. Een hele belangrijke zelfs. Maar ook daar, als je al een heel deel, stel dat het 60% zou zijn, dan nog moet je die 60% niet verbranden, omdat er bij elke geproduceerde eenheid meer CO2 uit de lucht, uit de schoorsteen komt. Dat is dus waar we de mist mee ingaan, met deze veronderstelling. En het is de oude groene droom, hè, van IPCC. Maar zelfs IPCC is er nu wel achter, hoor, trouwens. Maar het blijft maar ventileren, dit kwartje, dat het een groene droom is, dat als je maar plant, de bijplant, hè, dat het dan goed gaat. Je kan beter bos bijplanten en gas gebruiken dan bos bijplanten en bomen verbranden. Dan heb je minder CO2 in de lucht. En de lucht maakt, en dat is de laatste opmerking, de lucht maakt geen onderscheid tussen een CO2-molecuul die uit fossiel komt en een CO2-molecuul die uit hout komt. Dat maakt helemaal niet uit. Dat is een van de rare kronkels in het beleid van meneer Turkenburg. Alsof het die atmosfeer wat kan schelen. Nou, daar wil ik het even bij laten. Ach, gedachtenkronkels, die hebben veel mensen. De vraag is, houden ze stand of niet in een wetenschappelijk debat? U vraagt over de biodiversiteit, die moeten we beschermen, daar ben ik het mee eens. Ik zie ook geen strijd tussen het beschermen van biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld ook het Staatsbosbeheer daarmee bezig is, en zeg maar het halen van reststromen bij onderhoud, bij snoeihout bijvoorbeeld, uit bos. En ik denk dat Staatsbosbeheer dat op een verantwoorde wijze doet.
Daarbij halen ze blijft een deel van zeg maar, het afvalhout, of als je het wil, zo wilt zeggen, blijft in het bos achter. Juist ook vanwege de biodiversiteit. Maar als je het er voor een deel uithaalt, krijg je juist een sterkere groei van zeg maar, een nieuwe biomassa in het bos. Dus je ziet ook dat die bossen die goed gemanaged worden, meer CO2 vastleggen dan bossen die waar dat management er niet is. Het is ook zo dat als je volwassen bossen hebt, stel dat je het bos laat doorgroeien en dat het volwassen wordt, dan legt het nauwelijks meer CO2 vrij. Dat is algemene basiskennis. Dus het is zeker van belang om bossen te groeien, ook natuurlijk bos. Maar je hebt dus ook mogelijkheden om die twee te combineren. Je kunt er ook productiebos van maken voor een deel. En dat op een goede manier doen, zodanig dat biodiversiteit blijft gegarandeerd. En je toch ook energie eruit haalt, of biomassa eruit haalt. Die biomassa wil je zo hoog mogelijk nogmaals waardig toepassen. Daar ontstaan allerlei stromen waarbij dat niet lukt. En dan heeft het zin om daarmee de uitstoot van fossiele brandstoffen te voorkomen. Dus door het in te zetten in de energiesector. Dank u wel. Waren nu beide vragen beantwoord van de heer Van Raam? Nee, de eerste vraag nog niet. Of de eerste premisse van mevrouw Vette onderschreven wordt. En ik constateer met het antwoord op vraag 2, wat de heer Turkenburg geeft, is dat het een kwestie is maar van tijdschalen. Meneer Van Raam, we gaan niet een tweede vraag stellen nu. Wilt u de eerste vraag van de heer Van Raam over de premisse van mevrouw Van Vette nog daarop willen reageren, meneer Turkenburg? Dat was de eerste vraag van de heer Van Raam. Ik weet dan niet meer wat u de vraag ik dacht dat ik daar antwoord op had gegeven. Nee, dat ging over die 10 jaar. Klopt dat? Het is inderdaad, mevrouw Vet begon met de basispremis van biomassa is klopt niet om dat te verbranden, omdat we nog maar 10 jaar hebben. Daar heb ik dus net antwoord op gegeven. Dan was uw antwoord gegeven. Nee, dan is het... Voorzitter, daar is geen antwoord op gegeven. Ja. Ja. Ik wil er ook wel een keer uit. Er zijn woorden gewisseld. Ja, daar kan hij ook geen antwoord op geven. We zijn woorden gekomen deze kant op. Dat kunt u als antwoord zien. Ik wil daar even, dat wil ik even helder hebben. Op het moment dat de vragen worden gesteld en de inleider zegt hiermee heb ik antwoord gegeven, dan kunt u zeggen ja, het antwoord wat heb ik gegeven, dat is niet het antwoord wat ik verwachtte of ik vind het niet helder. Maar daar kunnen we geen vervolgvragen over gaan stellen, want dan krijgen we hier een uitgebreid debat, ben ik bang. De tweede vraag, dat was over kernenergie. Ja, dat is een leuke, want dat is mijn expert hiernaast natuurlijk. Ik vind kernenergie een end-of-pipe solution. He, ook als we naar thorium zouden gaan, vind ik dat zeker. Het is enorm destructief om het te oogsten. En het is een enorme generatieprobleem voor na ons. Ik vind dat we dat helemaal niet moeten doen. Bovendien, ik heb er goed naar gekeken. Er is in de hele wereld nog nooit een kerncentrale gebouwd binnen de tijdsbestek van zo'n 10 jaar. Hè? En ook nog nooit binnen het budget. Dus het kan gewoon niet uitbedrijfsmatig. Dus dat moeten we helemaal niet willen. Dank u wel. Wat betreft kernenergie, ja. Tenslotte, dat is natuurlijk een heel apart vraagstuk. Of je naar voor of tegen bent, ik denk vooral de kosten is hier een buitengewoon belangrijk probleem in Nederland, in Europa. Het is niet zo, helaas moet ik dat weer zeggen, dat mevrouw Vet zegt, dat geen enkele kerncentrale op tijd of binnen de kosten wordt gebouwd. Want juist in China zijn ze daar buitengewoon goed in staat nu. Dus dezelfde reactoren, de EPR die in Europa wordt gebouwd, wordt ongeveer de helft van de tijd, zo niet sneller, en tegen veel lagere kosten in China neergezet. Maar die hebben andere duurzaamheidsprincipes. Mevrouw Vet, we gaan hier geen debat voeren over kennis. Maar de kosten hier in Europa, zeg maar, ik denk dat dat de belangrijkste barrière is. Ja. En ook de tijdspannes die je daarbij nodig hebt om een bijdrage te kunnen verwachten van kernenergie in 2030. Ja. Maar ook in 2050 lijkt me dat heel erg moeilijk. Dank u wel.